zijn honderden schriftsystemen op de wereld, zoals het Latijnse alfabet, het Arabische alfabet, Egyptische hiërogliefen en Chinese karakters. Maar wat weet jij over het Boeginese schrift? Het Boeginese is een taal die gesproken wordt op het eiland Sulawesi in Indonesië. Het wordt traditioneel geschreven met een alfabet dat verwant is aan het Javaanse alfabet. Het Boeginese alfabet wordt Lontara genoemd. Lontara wordt meestal van links naar rechts geschreven, zoals ook in dit gedicht. Vroeger werd er ook wel boustrofedisch geschreven. Dat betekent dat de schrijfrichting per regel wisselt. De eerste zin gaat van rechts naar links, dan lees je verder op de volgende regel van links naar rechts, enzovoort. In de oudheid kwam deze manier van schrijven vrij veel voor, zoals in deze Griekse inscriptie. Net als veel Zuid-Aziatische talen hebben de letters van het Boeginese alfabet een rond karakter. Dat is geen toeval. Veel van die alfabetten werden in eerste instantie namelijk gebruikt om op palmbladen te schrijven. Ook bij het Lontara was dit het geval. De naam Lontara komt van de naam van de palmboom waarvan de bladeren gebruikt werden om op te schrijven. Door het gebruik van ronde lettervormen was de kans het kleinst dat de schrijver door het palmblad heen prikte. Alfabetten die oorspronkelijk gebruikt werden om in hout of steen te schrijven, zoals bijvoorbeeld de runen die voor oude Germaanse talen gebruikt werden, bevatten juist vaak rechte lijnen. Wist je trouwens dat het beroemde Lagaliwa-manuscript, dat geschreven is in het Boeginese schrift en dat sinds 2011 op UNESCO's werelderfgoedlijst staat, door de Leidse Universiteitsbibliotheek gedigitaliseerd is? Zo, dat was een korte introductie in het Boeginese schrift. Wil je meer weten over verschillende schriftsystemen? Bekijk dan ook onze andere video's.